Hallo, ik ben Arjan. Welkom terug bij Bioshock Infinite. We staan hier voor het huis van Comstock. In ieder geval de Comstock, een of andere poort waar we niet doorheen konden. Maar we hebben inmiddels Lady Comstock 3 keer verslagen met heel veel pijn en moeite. En zij heeft voor ons deze poort opengemaakt. En nu gaan we door. Kijken wat hier achter ligt. Wat waarschijnlijk niet al te best is. Maar dat zien we vanzelf. Comstock House. We gaan erin. En daar zijn we, in Comstock House. Het ziet er heel erg onheilspellend uit. Zullen we maar? Let's do this. Oeh! Oh jee. Hey. Die zijn we lang niet meer geweest. Bring us the girl and wipe away the debt. Hè? Ik kan nog steeds niet hieruit. Ja, nu kan ik hieruit. Ze zijn al de hele tijd geweest die dat zeiden. Nee, dit is niet de bedoeling. Kom met haar, joh. Oh, die hitte gaat helemaal open. Waar heeft dit? Ja, ja. Ja, ik zeg wel ja, ja. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Oké, dit gaat nu dicht. Ja, dit is erg verwarrend. Daar is weer een ter. Elizabeth, can you hear me? Waar gaat dit naartoe, joh? Zo hé, dit is echt verwarrend. Take me back to my tower.
Our Lady Elizabeth. What is that? Godspeed thy judgment. Some men dream of money. Some men dream of love. My father dreamt of a flood of fire. We were given Eden, and we turned it into Sodom. Why do we deserve salvation? The Lord gave Noah a fish in the form of a flood, but he was not so easy on me. He said, Prophet, I want you to train a nation of fishermen. Zij is nu de profeet in deze dimensie? En weer horen we het Lacrimoso uit het Requiem helemaal vervormd door de speakers komen. Echt apart. Wat is dit plek? Wat are you planning to do to me? Kijk dat dan. Het is helemaal verwrongen. Je bent met een Benjamin Franklin monster. Het is helemaal een verwrongen wereld dit. Mensen met Benjamin Franklin en George Washington monsters. Je wordt daar mishandeld worden. En Jefferson. Is dat een vijand? Ik denk het. Oh, oh jee. Jongens, kom op, wat is dit dan? Poeh. Ze hebben gewoon iets bij zich. Ze zijn allemaal opgestaan. Wat is dit raar, jongens? Dit is gewoon één hele grote nachtmerrie waar we nu in zitten. Oh jee, dat was niet de bedoeling. Sorry, zonde van salt. Entrance only by warden's approval. Damn it! I gotta find a way in. Listen, I just want to see the girl. What were those? Doesn't matter. Just gotta get to the warden's office. Yeah. Oh, you both sit on the top. Okay. Please, what is this place? Just send me back to my tower. It's too late for that now, child. Your father gave you a lovely home, and you chose to destroy it. He's not my father. I suppose the siphon is a kind of leash. Yes, my father put it on me. But when the time came, neither did I remove it myself. What would happen if I took off the leash? And I found I was as obedient as ever. Okay. Kijk daar, een standbeeld van haar. Ik kan er eerlijk gezegd geen touw meer vastknopen, maar dat komt dan wel, denk ik. Where we sleep. Ja, kom ik uit? Oh, daar.
Wat heb je weer van die gasten? Komt hij weer. Ik heb heel snel salt nodig. Daar. Mooi. Our minds are born, festering with sin. Some are so blighted, they will never find redemption. The mind must be pulled up from the roots. My children are without blame, without fault, and without choice. For what is the value of will when the spirit is found wanting? Oké, okay, kijk al die gasten achter me aan, ja toch? Kom op. Doe dat langer reload, hè? Staat alleen geen vallen achter. Kom op. Kom op, jongens. Goeie. Nog eentje. Goed. Wat een ellende, wat een nachtmerrie. Oké. Okay. Nou, ik moet ongetwijfeld die kant op. Ja, daar omheen natuurlijk. Where we sleep, where we cleanse. Holy crap, wat creepy. Ja, dat is gewoon creepy. I'm Dr. Pettifog, Elizabeth. And I'll be taking care of you. Get away from me. Defiant, even after all this time. DeWitt just left you here. You need to give up on him, love. He will come. Dat klopt. Tenminste, dat is wel het idee. Ik ga mijn best doen. Weer zo'n mannetje daar in de verte ergens. Weer zo'n raar toeterhoofdmannetje. Ja, daar. Nou, zo doen. Geen munitie meer. Oké, vind me maar. En weer wezen. Ik zal hem meenemen uitschakelen. Nog een keer. Oké, nu moet ik weg, Ik heb totaal geen munitie meer.
ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik moet doen, maar het is vrij ingewikkeld. Ik moet kleding aantrekken die te maken heeft met melee. 50% chance dat de melee target is stunned. Ja, deze bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat is wel even goed. Kijk, dit soort dingen. En rennen weer. Kom op, nog meer. Zo, nou ja, dat is. Oké, ik kan nu best wel wat munitie gebruiken, want ik ben helemaal nu empty. Salt vind ik wel. Maar zij vallen mij ook melee aan, dat is denk ik mijn voordeel. Oké, pistool kan ik meenemen. Ja. Wat is dit hier? The specimen needs to be destroyed. We couldn't even hold her in that tower, and now the prophet. Destroy the lamb? His heir? If we modify the procedure, we could. It would be safer for everyone. It would seem an accident. Okay. Oh, ik ga nog weer van die mannetjes tegenkomen, hè? Oei. Lekker als je geen munitie hebt. Oké, vooruit. Ik laat de sniper. Nee, de handcannon laat ik. Houd bij me. Ik ga maar voor het pistool. Oké. Dat was die. En dat was die. Oké. Goed. Ondertussen krijg ik wel mooi salt steeds als ik die dingen kapot maak. Dus dat is wel heel prettig. Wie zegt dat? Nee, zo'n crow? Oké, dan heb ik hiervan. En dood. Ja, dit is bizar. Dit is bizar. Nou, hier maar even voor het vuurtje gaan. Dan hebben we. Ja, deze. Devil's Kiss. Oh, oei. Maar. Oh. Murder of Crows. Eerste kroon. Ik heb gewoon helemaal geen munitie. En hij steeds weer. Kom op, mijn schild moet even vol weer. Kom op, ja. Shit, ik ben er zo beroerd aan toe. Ik doe het echt niet goed nu, maar goed. Ik ga eerst even die crow zoeken, die is hier nog. Toch? Oh.
Kom op. Oké, dat was een pro. Ik heb ook niet in mijn hand kennen, dat is ook fijn. Nou, die andere gasten nog, die lopen hier. Oké. Goed, pistool laat ik. Dit neem ik mee, zo. Er is er nog één, hè, bovenin daar, toch? Ik pak net sniper rifle ammo op. Nou, laat maar. Zij zegt precies hetzelfde als de Comstock, zeg maar. Waarom hoor ik nog steeds dat ik in battle ben? Die heb ik nog niet gehad. Wie heb ik nog niet gehad? The child is ready. It's time. Prophet. Even if we cure her, why do you think she'll do what you ask? My daughter has two problems, Doctor. One is the condition that science will cure her of. The other affliction is of a spiritual nature. What affliction is that? Hope. Oké. Goed, even wachten hoor. Ik wil even naar het hoort. Ik was even kijken nu naar die lift hier. Hier beneden. Kan ik hier namelijk ook in? Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, dan moeten we naar boven dus. Het zat ook wel aan te komen, maar vooruit. Ik heb ook geen idee hoe lang ik al bezig ben. Ik moet sowieso stoppen, denk ik. Wat heb je weer van die gasten? Hummingbirds? Ja, die vogeltjes. Die hebben we wel gezien toen we binnenkwamen ook. Is dat wat mee? Het is gewoon een video. Over die vogeltjes. Ja, ja. Hier om van die maskers, een maskerwinkel. Is tomorrow, you know. You better eat. Oh, you still expect a wit to burst in and rescue you, don't you? It's been 6 months. 6 months. Zo. Daar is flinke tijd overheen gegaan, inderdaad. Hey. Het is van zo'n vogelmachine. Oh ja, daar gaan we weer. Ben ik gezien? Ja. Nou, kom maar. Draai eens om. Je kan ook zeggen van ik vermijd het, zeg maar. Kan ook. Het scheelt wel munitie. Nee, zie je, lukt me niet. Dat lukt me natuurlijk nooit. Gaan we weer. Hoppakee.
ontmoet. Ze hebben weer niks bij zich allemaal. Nee, natuurlijk niet. Het heeft alleen maar munitie gekost eigenlijk. Wat ligt hier voor iets? Pants, health for salts. Without salts, you will use health to cast figures. Ja, dat klinkt wel aantrekkelijk, maar het is natuurlijk helemaal niet voor mij. Ik neem het gewoon mee. Ik heb die health juist keihard nodig. Bring us the girl and wipe away the debt. But in the end, he is the one who'll have to pay down all of our accounts, won't he? Where does his guilt start? And mine end? Okay, the warden's office. Daar moeten we naartoe. A man once promised me that he would free me of my chains. But in the end, he abandoned me to serve his own needs. But in some ways, I thank him. He showed me exactly how much faith our species deserved. God put his faith in men once too. Seems that we have something in common. Disappointment. Dit soort I always loved the prophet. Truth, I ran from his embrace. Ze is helemaal hersenspoeld, hè? I even denied that I was his. I followed a man who seemed to be everything my father was not. That man was a false shepherd. And when the wolves came for me, he was nowhere to be found. Zo. Kijk, dat hing ook in de vuurtoren waar we naar binnen gingen, zeg maar. Tjonge, toestand. Ze is helemaal hersenspoel, dus. Oh. Oh, je kwam niet erin natuurlijk. Ja, dit is een totaal verkeerde situatie. Warden's office is linksaf. Wat hebben we hier? Battleship Falls. Battleship B. Oh, dat is die... Oké. Daar zijn we ook geweest volgens mij. Wat doen? Ja, oké. Goed. Het is allemaal. Ik vind helemaal niks zonder Elizabeth, eerlijk gezegd. Ik ben wel aan de gehecht geraakt, merk ik. Hé. Hey. Een pakje. Rising Bloodlust. After each successful kill, weapon damage is increased. Oké, dan moet je wel heel snel achter elkaar killen. Ja. Ja, dat klinkt leuk, maar dat is ook weer iets waarvan ik zeg, ja, dat is niet iets waar ik heel sterk in ben. Dat is niet mijn sterkste punt, hè. Effectief killen. Ja, we moeten naar boven, denk ik, hier. Nou, laten we dat maar doen, of niet? Ja, toch? We moeten naar boven. Yep. We moeten daar naartoe. Oké. Okay. Zijn het soort overhoring of verhoorkamer zit of zo? Oké, okay, nou dan. Allemaal schermen. There's the switch. Done.
undone. I cannot stop what I have put in motion. But perhaps I can keep it from ever starting. He was my first hope. And now, he is my last. Ik denk dat ik die hier ben. We gaan erin. We gaan deze schakelaar omhalen. Oh, sorry. Ja, weet je wat we doen? Dit doen we de volgende keer. Ik ben bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog is welkom. Deel dit met iedereen. En ik zie je dan natuurlijk dolgraag de volgende keer weer terug. Als we deze schakelaar om gaan halen. En zien wat voor ellende dit weer gaat uithalen. Bye bye.